Dag dames en heren, het is begonnen. De bouw van het cultuurcomplex op het Haagse Spuiplein. Het wordt het nieuwe onderkomen voor het residentieorkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater. Burgemeester Krikke en alle wethouders verrichten de officiële start van de bouw. 3, 2, 1. Een jaar later dan gepland, maar nu gaat het er toch echt van komen. Op het Spuiplein verrijst op de plek van de Dr. Anton Philipszaal een cultuur- en onderwijscentrum, waar het residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium in samenkomen. Er komen concertzalen, oefenruimtes en een stadskantine. De nieuwe bewoners zijn blij met de mijlpaal. Het is altijd mooi als je zo'n moment hebt waarop iedereen weer bij elkaar komt om even te vieren wat we hier aan het bouwen zijn. De mogelijkheden die het gebouw zal geven, daar worden we wel enthousiast als orkest van. Vooral de professionele concertzaal valt bijzonder in de smaak. Het project kost 177 miljoen euro en daarvoor wordt niet alleen het cultuurcomplex gebouwd. Het hele Spuikwartier krijgt een facelift met nieuwe woningen, horeca, winkels en extra groen. Het onderwijs- en cultuurcentrum verbindt ook het hele gebied met elkaar. En ook de hele gebiedsontwikkeling daaromheen maakt dat het een fantastisch geheel wordt. En dat het ook een kwaliteit krijgt, de binnenstad waardig. 2, 3, 4! In 2020 moet het cultuurcomplex klaar zijn voor gebruik. Ja, Lot, jij bent op het Spuiplein. Eindelijk, na lange tijd is het er dan van gekomen. De bouw is gestart. Hoe belangrijk is dit moment? Nou, het is wel een mijlpaal. En het is een moment waarvan de voorstanders vreesden en de tegenstanders hoopten dat het er nooit van zou komen. Maar het gaat dus echt gebeuren. Het cultuurcomplex komt er op een belangrijke locatie in het centrum van Den Haag. Ja, we mogen het gerust een omstreden bouwproject noemen. Hè. Waarom eigenlijk? Ja, het is vooral ook een politiek omstreden project. Het vorige college heeft met hangen en wurgen en met emotionele politieke debatten het ontwerp Spuiforum er uiteindelijk doorgekregen door de gemeenteraad. Maar ja, toen kwam in 2014 kwamen de verkiezingen. Het nieuwe college heeft een prop gemaakt van het ontwerp Spuiforum, heeft het in de prullenbak gegooid, is opnieuw weer aan de tekentafel gaan zitten met het resultaat het cultuurcomplex. Ja, het gebouw lijkt dus een voldongen feit te gaan worden, maar dat betekent niet dat de discussie erover is verstomd. Integendeel. En daarom hebben wij twee stellingen voorgelegd aan een politieke voorstander en een politieke tegenstander. Het ontwerp van het nieuwe cultuurcomplex is veel beter dan dat van het oude Spuiforum. Ja, het Spuiforum was echt het verkeerde gebouw, de verkeerde plek. Het was heel lelijk, het paste niet in de omgeving, het was heel hoog. En dit nieuwe gebouw is een stuk lager, het is 35 meter hoog. Het past heel erg goed in de omgeving en het ontwerp is erg mooi. Nou ja, het is allebei even duur, alles bij elkaar genomen. En ja, dat eerste ontwerp was gewoon echt spuuglelijk met die enorme koepel erbovenop. Maar ja, wat ze nu krijgen is gewoon een soort van blokkendoos, dus of dat nou zoveel beter is, weet ik ook niet. Je kent er niet meer omheen, het cultuurcomplex wordt duurder dan 177 miljoen. Ja, eens. Ja, die kans zit er dik in. Ik denk dat het wel 90% kans is dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En of dat dan daadwerkelijk ook zich uit in de kosten, of dat ze gaan sjoemelen door het ontwerp goedkoper te maken binnen die kosten, dat moeten we nog zien. Nee, het blijft binnen het budget. We hebben een heel goed contract afgesloten met de bouwer. Het wordt zelfs 4 miljoen goedkoper dan het vorige plan. En nou, dat is denk ik een hele goede ontwikkeling, dat we die kosten ook hebben kunnen beheersen. Nou ja, zolang de bouw duurt, zal ook die discussie dus wel voortduren. En architect Jo Koenen, de architect van het cultuurcomplex, die deed eerder al een maatschappelijke oproep. Hij zei, we zijn bezig met iets unieks, dus heb begrip en vertrouwen. Dus misschien is dat wel het meest verstandige. Lot van Bree in Den Haag, dankjewel.